altijd een speciale plaats in mijn hart. Dat zijn toch de categorie familiebedrijven. Lutterman Tegels bestaat 75 jaar en dat is uiteraard reden voor feest. Het familiebedrijf is ooit begonnen op Texel, maar is al sinds jaar en dag gevestigd in Den Helder. Mark Lutterman is inmiddels de derde generatie die binnen het bedrijf de scepter zwaait. 75 jaar, gefeliciteerd. Dat is een hele prestatie. Ja, dankjewel. Ja, dat heb ik niet alleen gedaan. Dat hebben drie generaties gedaan. En hoe kijk je terug op de afgelopen jaren? De laatste 6 jaar zijn eigenlijk een beetje in een stroomversnelling gegaan voor mij. Want 6 jaar geleden is mijn vader overleden, heel plotseling. Dus dat was wel even een klap voor mij natuurlijk, voor de familie, maar ook voor het bedrijf. Maar met het team wat wij hier hebben, hè, met de jongens, de tegelzetters, de dames hier in de showroom en op kantoor, hebben we het opgepakt en we waren er klaar voor. En ja, nu bestaan we 75 jaar. Heb je één specifiek project wat je nog bijstaat? Dat is zwembad De Krim. Dat was een heel, heel speciaal ding. Dat was Mark's vader net overleden en toen hebben we best wel een zwaar jaar gehad. Maar we hebben het wel voor elkaar gebokst met z'n allen. Komende jaren nog een andere baan? Andere baan? Nee, ik niet. Nee hoor, ik dien mijn tijd gewoon uit. Ook burgemeester Jan de Boer kwam langs om zijn felicitaties over te brengen. Volgens hem zijn familiebedrijven van grote waarde. Een 75-jarig jubileum van een bedrijf, dat is natuurlijk best bijzonder. Zeker bijzonder. En dat moet je ook vieren. En het is ook een bijzonder bedrijf. Het is van oorsprong een familiebedrijf. En ja, familiebedrijven, daar heb je er steeds minder van. Tenminste, dat is mijn idee. Dus de bedrijven die je hebt, die moet je koesteren. En nog vele jaren te gaan. Dat hoop ik wel, ja. Ik zeg altijd, we verkopen geen nee, maar we verkopen tegels. Dus dat gaat voorlopig nog goed zo.